Let me wheel over. Ik heb hem nu klaar. En jij dan? Nee, we hebben de weg afgesloten. Stil, de vrachtwagen gaat snel hoor. De vrachtwagen gaat snel. Paul Wasseraar. Ja, hij haalt de fiets er nog in hier dat kan. Paul Wasseraar. Ja, en hier is de finish. Hier is de finish. Paul Wasseraar. 30 meter. Onvoorstelbaar ver. De man in Milaan. De fansje van Milaan. Hier moet de vrachtwagen komen. Hard aan de voorkant. Vrachtauto, dan zie je staat derde. En dan met die gang krijgen. 4000 kilo. Bam. 4000 kilo. Bam, 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 bam. Dit zit er goed in, Joep. Kom maar, jongen. Zet gang. Ah, hier een treitergang. En hier komt straks die beroemde berg van Bolzens. De beroemde berg. Die heeft er heuvel op. Ah, Joep, oké. Dat zit er goed in, hè. Joep, oké. Door, door, door. Je bent er in de finish. Je bent er in de finish. Je hebt er heuvel op. En stoppen. Yo. Kom maar, roei, hè. Jouw peperkant. Oh, chill eens even. Oh, ik ben super snel. Je komt er super. Waarom is hier ook niet de tent, jongens? Ja, Johan Pemberkamp is super snel. Oh, alle blessures. Ben je opgezet? Nou, jongens, pak hij hier de laatste keer. Pak hij een Fries Kapjuska. De man in Bolzen, Johan Pemberkamp, pak hij. En dan moet hij ergens van Bolzen. Nou, de berg van Bolzen, die zijn hier. Een record hier van Johan Pemberkamp, maar hij hier. Hij moet er steeds stoppen, stoppen, stoppen. Orsje. Ja. En start. Van Bart Visser, de scheidsrechter. Start. Zocht je hier deze jongen? Ja. Vreemd onder de jongens, de witte en zitten. En dit zit goed in de zeker. Het eindelijk niet van Visser, hoor. Ja. Hij wil eerst sterkste junior van Nederlander. Dan wil er hij nog eens in de man. Dit zit er goed in, hè? Zorg je hier. Jan van Eerst. Ah. Wat zie je ook hebben, hè? Dat is gelijk. Shit is in. Hoho. Hoho. Dit zit er best uit. Jan van Eerst. Dit bent een goede diertje. En kan hij die finish hebben? Dat heb ik bereikt. Dat is een vierde pas. Ik zou nog een keer prima, die prima nog een meter en nog een meter kunnen hebben. De finish, ja! Precies hoe ik hebben. Sinem is een zielstraf, een sterke game. Van die kant. Kom aan, van die kant. Ja. Kom er weg voor. Wat gebeurt er? Dus ja, dit is jouw vrienden. Hij is een naaie talent. Hij gooit de kreeg. Wat een prima highlight gamer. Ik ben erbij, hè. Jan van Gist. 5. Zooi Hemmeraard. Piet Oorschot. 104,5 kilo, 26 jaar. Hij wil hem plaatsen voor de sterkste man van Nederland. Tot 105 kilo. Hij wil hem plaatsen nu. De beste 2 van vandaag. Onder 105 plaatsen voor de sterkste man. De finale. En Johannes de Wit, oud kampioen. Hij blijft hier zitten bij de start. En Gorrit Visser de scheidsrechter. Hij mag weer zeggen wat we doen. En die bal zit. Altijd wel mooi in te reizen. En straks van de eerste vrouwen. Even een extra tip. Over de 40 jaar, hij is master. Let op, dat is Shirley Meyerhoff. De andere master. Oh, en Shirley Sifon. Die kuken. En die kent broeken met vrachtwagenlokken. Die grauwe kuken. Die kent een soort loeken, hoor. Ben je zakken voor? En hier op leer zien er panty sokjes. Die past. Panty sokjes. Van die kuken. Wat is het in de zin? Zo. Een sterke kuken, die wil ik dan. Die kent er een soort van land. Die drukke boel, die drukke boel.
En er staat voor het. Ja, ik heb een keer hier een man voor de telefoon. En die is een oudere man, en zei Piet Paulus, maar ja. Hoe daar zit het er eerst en nachts luidt het er eerst. Ja, die hier hebben goed met van hoor. Ah, maar dat ik wel het goed, hè? Dit zit er goed in, hoor. Je hebt het laten vinden. Dit zit er goed in. Ah, ja. En dan zit ik in de klas op dat hond 4. Dan mag ik die cel uit. Nou, maar ook die cel uit. Geef je later weer. Nou, maar ook die cel uit. Ja. Jo, die berg op. Hij loopt goed mee, hè. Stop. Kijk er veel. Nu. Sterk hier. Ja, goed. Ja, nog heb je. Hij bent nou. Die laatste meters zien niet de berg. De berg van de bom. Nou met die van die heuvel. Hallo finish. Hallo Kees, hebben we dan een hele meter. Peter is jongen. Oh, hij liegt niet met Peter op 10 meter. Maar Peter op 10 meter. Ja, je moet hem. Hij vindt hem linker als 10 meter. Hij houdt. Oh, hij loopt op een hele meter hier van Peter op 10 meter. Ja, zakken zich wel op de berg. Hij is zelf weer een beetje terug in de stand. Op de slide zijn ze hier, ja, dan doen we het eerst een derde. Maar dat is dan weg, dat valt ook direct op als er een kilo is even. Maar ja, dat is het hier. Maar dan moet ik het rustig hier ook. Oh, dat is het. Iedere keer wat jongen.
Sterk. Sterk. De heb je moet nog wakker extra aan bezig. Nou, die bal nog niet. Die wakker extra aan de handen is nog alles door. Alles. Deze man in staat te wakker. Nou, extra kok moet er maar op. Bellen. Arno Lausma! Hij wil het nooit met hij zal natuurlijk die dienst van Kelder eruit hebben. Hij is de kampioen van vorig jaar. Oh. En dit is een lekkere vraag over. Ik ben nooit geweest, ja? Gelukkig zit er geen vis meer over. Ik zit er nou eens. Hij heeft moeite gekregen. Zeg snel, ik niet. Oh jongens, dat is super snel. Ik heb super snel, Arno Lausma. Oh jongens. Ja, was de vrouw. Ja. Geen mensen. Ga je dan? Ga je dan? Ga je dan, ja? Heimert. De man in Bijlen. Geen mensen. Ah, dit zit er goed in. Ik moet er nog 5 kilo, ja? Denk je erop? Heimert. Stel je voor. Geen mensen. Heimert, stel je voor. Heimert, stel je voor. En die laatste ruimtes, dat weten we. Hier bij de berg op, hier bij Petra niet. Kom op! Hier bij Petra aan de berg. Kom op! Oh, die laatste ruimtes. Die laatste meter. Oh, hier bij Petra op niet. Hier bij de berg van de oor. Petra in de berg hier van de oor. Hij smolt er weer, oh. Nog een halve meter. 400 mensen. Nee, even de lichtste wil. Eigenlijk de lichtste wil, man. Thank you.
bucket or out of the pump water. Ben Randhuis, hij is de laatste. Geen hij om die tiet van Arno Lausberg om het nee. Dat weten we, dat vinden we net. Maar hij vecht voor die 104 kilo klasse. En Ben Randhuis is gewoon een van de favorieten die klasse. Hij is een van de favorieten die klasse. Hij vecht en Ben Randhuis, kennen we hem. Ho! Ben Randhuis, hij vecht voor die 105 kilo klasse. Die gaat weg hoor. Wat een goede tijd hoor. Kijk eens even hoe hij bond. Kijk eens even hoe hij bond. Zo, joh, joh, joh. Gaat hij op, die 105 kilo klasse winnen? Gaat hij die 105 kilo klasse winnen? Gaat hij die 105 kilo klasse winnen? 42 en 13 honderdste. Een super tijd.
Jeffrey Laterveer, heb ik het met 90 kilo? Prima beurs, het komt. 90 kilo, dit boven de macht tillen. En we gaan weer het zwaarste tillen. En dat zijn we zeker het meest tillen, jongens. Het zwaarste. 90 kilo, we gaan schuiven, komt ervoor. Scheidsrechter Godfrissen. Prima beurt, Hans Kramer. En dat vrommerskeretje is een krek hier die de man zag, die is 110 kilo. Ja, hier heb ik dat daar, hè? Peperkamp. Hoe zie je sterker zijn? Peperkamp lijkt sterker dan zo. We beginnen op 90 kilo, straks zal het 100 worden, we verzwaren hem steeds. Hij moet boven het hoofd en gestrekt. Hier dat lens is zo lekker. Hier dat lens is prima. Ja. Jotje hier, sterk. Paul Wassenaar, kijk eens. Prima beurt, Conor Visser. De scheidsrechter. Ah, de man in de rol, de judo. Kampioen judo. Wat doet hij maar een jongen? Zo. Prachtige beurt, Debra. Prachtige beurt. Tuurlijk. Zo, die Brian Vreugde, joh. Hij weet zelf dat hij er beneden. Deze man. De kracht van je leven. En goede techniek. Bam, scheuzer. Zo, perfecte beurt. 100 kilo bij me van. Kijk eens even.
aan de beurt, we hebben verantwoord. Kees en Wiel, op hij voor de 103. Nee, vlakbij. Vlakbij. Kees en Wiel, 110 kilo. Oh. Wat kan dat nog komen? Pak hem op, 110 kilo. Oh. Oh, ja, dat is het. 110 kilo in de pak weer, zegt Frank Spijs zo. Zo, jongens, dat gaat niet zelf. Zo! 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 Zo
Pak de marker op. 150 kilo. Pak, voor. En push. En dan. Kom op. En dan. Yeah.
Maak de lekker wat. Huh, heel erg hard. Prima. Opzetten. Oh. En dit is voor de nummer 1. Ja, 130 kilo. Kijk, 130. Zo, jongen, jongen, kijk eens even. Oh, absoluut! 130 kilo, kelder druk! Met een gebroken vinger. We praten met mijn roos Engels. Hij is weer aan Engels, jongen. Hij giet er serieus. Tinker, hij giet nog, ja? Hij giet nog. 135 kilo, zijn even zijn Henk Voogde. Teacher, Engels. Oh. 140 kilo. Ja, hele gekke. Dit doe ik vroeger heel vaak, jammer zitten. Maar goed, de reageerde. Zo, kijk, dat is even 140 kilo, dit zien we niet vaak. 140 kilo, kijk maar eruit. 140 kilo, 140 kilo, kom maar in! Laat mij! Zo! Boven het hoofd even. Applaus voor kijk maar eruit, hij wint het. Wat ik skorst, hij hier max van een trieën erin dat mooi net. Maar wij hebben er grote gewichten van bakken. 100 kilo in elke hoorn en wie is 4 keer dat mens. Hij moet dus eerst. Hier in het vesten, hier hebben we 15 meter. Hier hebben we 15 meter. Pak er de volle ronde, hier er op 30 meter. Pak er de volle ronde, hier er op 30 meter. Hier dat mens, hij strandt hier op 20 meter. 20 meter. Was, want er zat een draad doorheen. Hij is in een draad. Dat mag niet door een scootsiemast. Nee, maar dan krijg je meer spanning op de mast. Dus deze is afgekeurd en wij hebben er prachtige gewichten van gemaakt. Van de scootsies. 100 kilo in elke hand, de boomstammen. En Kees Griffioen, hij moet hier proberen die 15 meter te pakken. En hier gaat hij naar 15 meter. Kees Griffioen, dat hij één keer loslaat is gebeurd. Hier pakt hij 15 meter. Met 200 kilo. 200 kilo. Hij weet dat Gerard Lensen daar met een gele pintje was. 15 meter. Kees Griffioen, hij loopt nog steeds. Ah, de boomstammen, beroemd in heel Nederland. De boomstammen van Friesland. Hij pakt hier 17 meter. Gaat hij als eerste naar die 30 meter? Kees Griffioen, hij staat nog steeds. Hier staat hij op 25 meter. Hier landt hij. Zo, op. Nomke, wie je vroeger slachter. Ook in Zielstra. Ja, wie je slachter hierachter. Ah, ik kan sterker niet, hè? Ah. Ook. Berger slachter, sponsor, Ieren. Hier in de boer, hij spot het rol aan. Ja, heerlijke priester. Geweldig, hier. En hier ligt keus. Brian Vreugdeel, hij moet nu. Brian Vreugdeel. Kees Griffioen laat hier 25 meter. En hij moet zien dat hij met die boom staat. Ja, de jongens uit Holland, die vinden dat maar erg, die Friese master. Wat rare gewichten zeggen ze dan. Hier pakt hij 15 meter. Hij weet dat hij zo ver als mogelijk moet komen. Hij weet dat 20 meter hier is. Dat geen streep. Dat was Gerard. Hij weet dat 25 meter Kees Griffioen was. De volgende gele streep. Pak. En hij gaat nu zelfs één volle ronde pakken. Brian Vreugdeel, dan pakt hij 30 meter. 30 meter heeft hij nu te pakken. Hij loopt nog steeds. Hij loopt nog steeds. Wie heeft hier de sterkste handen? Wie heeft de sterkste benen? Hij loopt nog steeds. Hij gaat hier 31 meter, 32. Hij loopt nog steeds. Oh! Applaus voor Brian Vreugdeel. Hij strandt op 32 meter. Meester is kaatsen. Maar Hans die Graaf, sterkste man. En hij strijdt hier voor Friesland. Hans Kraan, let op hem, de man is nits. Hij pakt ze makkelijk op, 100 kilo in elke hoop. Hans Kraan, de man is nits. Hij moet naar die 15 meter, dat mag geen probleem hebben. 15 meter, geen enkel probleem voor Hans Kraan. Makkelijke 15 meter. Hij wint als hij naar de 20 voorbij bent. Hij wint als hij de 20 voorbij bent. Geen probleem hier. De man is nits, sterk. En hij reed hier naar die 20, hij reed naar de 24 meter. 24 meter. Derde keer naar de 30 meter. 30 meter. Hij wint dat Brian Vreugdeel hier. Brian Vreugdeel die 12-30 meter. Dit moet erop rennen. Dit moet er. Hij ging door de 12-30 meter. Hij ging door de 12. Hij rent nog steeds. Afgelopen. Hij ging er de 4 meter.
Kramer voorbij. Kan hij Hans Kramer voorbij? Jeffy Langeveer, sterke jongen. Hij weet dat Hans Kramer hier 42 meter heeft. Hier moet hij nog een voorronde pakken. Hij weet dat Sven, dat Hans ver was. Hier pakt hij 15 meter. Jeffy Langeveer. 100 kilo in elke hand. 100 kilo hier bij de sterkste man. Die balt het. Daar gaat hij naar 30 meter. Als hij hier om de steen gaat. 30 meter. 30 meter. Heeft hij nu te pakken. 30 meter. Ai, 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 ai. Oh, hij stopt daar. Hij blijft staan op 30 en een halve meter. Ah, dit was vroeger ook een van mijn beste onderdelen hoor. Die rek het wereldrecord. Ah, daar zijn ze 175 in elke hand. Rek het wereldrecord daarmee. Ah, dan is er dan twee keer zo zwaar als mij dan. Pak als een zwier als dan. Je wiek verrekte sterk boy, hè. Sterke klauwen, sterke hand. Kon ik lang volhouden die dingen, hè? Ja. Dit weer mijn eigen favoriet onderdeel. Maar ik zie een beet hier. Dan liep ze nooit van los. Kijk. Dat krijgt er 15 meter. Ik was er al eens in. Wat er op zo'n mensen die je voor iets doen, dan kom ik een roeder doen, hè. Ja. Ja, klim je terug naar die eerste stapje. 15 meter. En hij maakt maar in 20 meter met de Friese boomstam, de master. 30 meter pak hij daar een volle ronde. Ja, hier hè jongens. Even een raar onderdeel voor ze. En hier strandt hij. Dit is Hans Kramer. Wat is dit? Wie kan het verbeteren? Hè? Oh, hier is iemand die zegt ik kan het wel verbeteren. Ja, zo mooi wezen. Ah, je niet dat. Ah, sterk. Tiende wedstrijd, Jere. Ah, dit zit er goed in. Dit zit er goed in. Joy, sterke jongen. Sterke jongen, Joy. Hier hebben we 50 meter. 50 meter. 50 meter. Ah, best. Hij met zin. Hij parkeert de 20 meter met punten. En met zin. Hij punt er niet 30 meter. Joy, hij rolt nog steeds. Met die frette boomstam. Ja, dan hebben we een hekel aan, jongen. Hij gaat hier naar 30 meter. 30 meter. Oh. Hier, is Hans Kraan. Hier, is Hans Kraan. Nee, hij stapt ook. En blijft. Nog steeds Hans Kramer het verst. De Marit steekt. Hier. Hier is Hans Kramer. Werner van Althuis. Nu. En wie zong about junior? Ja, ik ken even niks nou. Nederlands kampioen kogelstoten, discuswerpen. Ja. Kleine blessure. En met even rust, hè. Oh, grote blessure, sorry. Grote blessure. En hij met even rust, hè, zei hij. Ja, nou, goed, ja. Ja, nee, dat kan. Ja. Ja. Had hij dat bij het leven, hè? Ja, die net altijd. Nee, die net altijd verder weer. Werner van Althuis, hij is sterk. Hij weet dat Hans Kramer 4 is. Hij weet dat Hans Kramer 4 is. En hij komt hier natuurlijk voor de kwalificatie. Sterkste van Nederland. En hier gaat hij naar 15 meter. Hij weet dat Hans Kramer op dit moment de nummer 1 heeft. Werner van Althuis. Zeer sterk, jongen. Beheerst, beheerst. Kijk eens even. Sterke handen. Hij zegt, ik heb kneep genoeg. Ik kom heel ver. Sterke handen. Hij gaat naar die 30 meter. Mag geen enkel probleem zijn van Werner van Althuis. Geen enkel probleem van Werner van Althuis. 30 meter. Nu komt hij in die ronde straks natuurlijk. Waar die Hans Kramer moet aanvallen. Werner van Althuis. Nu moet hij Hans Kramer aanvallen. In deze ronde. Hij zal naar die 42 meter moeten. Sterke handen, maar kan zijn lichaam het hebben. Kan zijn lichaam het nog verder brengen. Hij moet naar Hans Kramer. Hij moet naar Hans Kramer. Hij gaat Hans Kramer voorbij. Werner van Althuis. Maakt hij hier die 45 meter. Hij gaat eromheen. Hij heeft 45 meter in te pakken. 45 heeft hij nog steeds vast. Zo. 45 meter. Van Balgert. Hier aan. Paul Wassenaar van Binaan. Benalden. Ah, dit zit er goed uit. Dit zit er goed uit.
De man van Milan. Hij moet je punten pakken. Dit zit er goed in. Paul Wasserach. Paul Wasserach. En dan ben je nog niet zo. Je moet eigenlijk even op de stoep weer. Paul Wasserach. Hij gaat naar 30 meter. Zo. 30 meter. Hier komt hij in een ronde dat er belangrijk is. Hier komt hij in een ronde van Hans Kramer. Hier komt hij in een ronde van Werner van Althuis. Hij rent nog steeds. De man van Milan. Hij munt naar die 44 meter. Hij munt naar die 44 meter. Hij rent nog steeds. Ja, oh. 42. En hij blootste hier op 40 meter. De schrik van Balzert nu. Wat kan Peter nog? De master. Ah, oh, de master. Hij is er helemaal terug van weg geweest, jongen. Kijk eens even, dit ziet er makkelijk uit. Dit ziet er weer makkelijk uit. Johan Peperkamp. Highland Games heeft jongen weer gedaan. En Highland Games ook. Makkelijke 15 meter voor Peperkamp. Makkelijke 15 meter. Hier loopt hij door. 15 meter. Dit ziet er best uit. Dit ziet er best uit. Pakt hij die volle rol. Kan hij het nog steeds? Kan hij het nog steeds? Hij loopt nog steeds, hoor. Peperkamp loopt nog steeds. Hij houdt nooit op. 30 meter van Peperkamp. Hij lijkt er helemaal terug van weg geweest. Hij heeft ze nog steeds vast. Kan hij? Die blessures. Kan hij daarmee verder? Hij loopt nog steeds. Kan hij? Oh, Peperkamp. De schrik van Balzert. Hij gaat nemen hoe Gerd Raber, de judokampioen. Moet hij dat? De judokampioen. Dit al zeggen. Dit is snel niet. Goede conditie. Goede conditie. Gerd Rauwe. Gerd Rauwe, wat hij met alle rond te hebben. Prima, zo, goed zo. Die beste maar erbij aan. De man in de loon. Simem Wilma en de rijskwallen. Die dochter riet er nog bij les. Dus dat hoop ik dat hij heel goed niet. Hij rent best, hè? De man. Oh, makkelijke 30 meter. Makkelijke 30 meter. Kind hij hier naar die Werner van Althuis? Hoho, Gerd Rabe, hij loopt nog steeds. Oh, Gerd Rabe. Hij past hier net voor de 32. Wat kan hij met een tiprok? Ik weet echt niet wat hij kan. Weet ik niet. Eerste wedstrijd zegt, ja zeker. Ik ken hem niet eens. Eerste wedstrijd. Deze jongen, draait prima. Joep van Kemera, ja ik schrik erop van. Kijk eens even, dit ziet er weer makkelijk uit. Dit ziet er weer makkelijk uit. Hoe sterk is hij? Komt zomaar voor de eerst meedoen en laat iedereen schrikken. Joep van Kemerade, loopt hier makkelijk. Ja, hij loopt mooi op de bocht heen. Ja, moet niet te ver. Hij moet de hond niet raken, zie ik nou. Maar dan hebben we een platte hoek, hè? Hij is al net zo groot. Hij is al net zo groot dan. Hé, de Manuncia. Hé, niet best. Hij loopt naar de 30 meter. Joep van Kemerade, de verrassing van vandaag. Hij loopt gewoon makkelijk naar die 30 meter. Hoe sterk is deze man? We kennen hem niet, ik kon hem ook niet. Hij gaat hier naar 30 meter. Kan hij hier weer voor een verrassing zorgen? Hij loopt weer recht. Kan hij weer voor een verrassing zorgen? Ja, zeker. Zo, die Joep van Kemerade. Zo, hij zet ze hier neer. Ja, prima. 34, 34. In de beveiliging ben ik goeie, jongens. Yes, ja, in de beveiliging is er een goeie. Hoor. Ja, dat, nee, dat kan ik niet tegen, hè. Wie test niet. Dat maakt het heel niks uit. Goeie jongens op feesten en partijen. Als ze even in de beveiliging zegt, ik dat wel wat, ja. Dan, zonder Jan er niks op, joh. Jan zonder er niks op. Henk voor. De leraar Engels. Wat kan Henk Vonk? Draait toch weer een goede wedstrijd, hè? Draait toch weer een goede wedstrijd. Henk Vonk zit gewoon weer in de top, hè? Ah, hier pakt hij die 50 mee. Hier pakt hij die 50 mee. Hier een op een 50 meter. Hier. En hij moet naar die 30 meter, hij moet die volle ronde pakken. Hier gaat er een 30 meter. Hier een probleem, 30 meter. Dit ziet er nog goed uit. Hij zal hier naar Hans Kramer moeten. Hij zal hier naar Warner van Althuis moeten. Hij kent het. Hij kent het. De leraar Engels, hij rent nog steeds. Hij loopt nog steeds. Hier pakt hij 5 minuten. Hier komt er wel een vrouw voorbij. Hier komt er wel een vrouw voorbij. Hier komt er wel een vrouw voorbij.
Zo'n 40 meter. Meervoudig sterkste man van Friesland. Trainer met de sterkste man van Nederland. Oh ja, de Jemstam met Henk. Henk Keur, de Nederlands kampioen biljarten. Hij brengt de Jemstam op het stekkerken weer op. Ja, jongen, ja, jongen. Hé, iemand. De biljartkeuze zijn wel lichter nou. Hé, hey, maak het samen tijd van 100 karabogen, maak het een zuin. Ja, in één keer. Ja, dan bloot op je stoel zitten, jongen, als dat je bent. Ah. Kelvin de Ruiter. Juist in de hoogte. Deze wedstrijd mooi nog. Kelvin de Ruiter. Juist in de hoogte. En hier is de Jurus. Jurus hier. Kelvin de Ruiter. En dan ben je wat achter. Ja, dan ben je wat in die ja. Want hij heeft stil ietsje. Makkelijk, sure, zeg. Maar die sterke hoofd, die hier hoor die juist aan mijn gips hier. Hij vlucht gewoon op 30 meter. 30 meter van Kelvin de Ruiter. Zo. En hier, hier ben alle toppers, dat witte. Wat een beetje, kind die hoor op z'n dragen. Kind die hoor op z'n dragen. Hier gaat er een 44 meter. Kelvin de Ruiter, hij weet dat Henk Vonk er is. Hij weet dat Henk Vonk er is. Hij gaat hier, hij gaat Henk Vonk voorbij. Hij is hier op nummer 1 op dit moment. Giet hij dan niet, maar die honing gips. Oh, hij spart het er zo goed. Zo, jongen, jongen, jongen. Ik zal er anders. Hij gaat naar de 155.
En Johannes de Wit is druk aan het praten. Hij ziet niet meer naar de wedstrijd. Ze zijn er steeds bezig, Johannes de Wit, hoor. Onze vijfde vijfde. Boos worden, kom op. Niet verliezen nu. Overpakken. Heeft hij overgegeven? Eén kaart. Eén kaart. Alles geven. Alles geven. En door. Ook hij gaat, ja, die trainen jongens, trainen goed hoor, die draaien verder. Jij sterkt jongens, voor zijn lichaam weer. En hij die 170, maar jaren de zwaarste steen in Friesland, maar die hebben een zwaardere steen weer. Die draaien onder. Maar dit hebben we jaren, maar kan hij die 170 tillen? Applaus voor mij. Ik heb die laten veel.
Kom op! Heet hem nu vast! Peter,
vind je dat toch? Samen met jullie, ja? Dat is niet te vormen. Oh, kijk je dan! Ja, ze zijn hier! Peter, kan je dit nog steeds? Kan je dit nog steeds? Jongen, Peter, dat is ook! Oeh, vlakbij! 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 Hij is verzonnen! Niet! Laat eens op, hoor, Peter. Ja, dat zien we. Verrek maar. Bal was er. Op de kilo! 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 Op
Grijpen! Zo! Grijpen! Ja! Hij pakt een beetje op! Alles erin! Het voetbal! Op voetbal! Ja! Ja! De gezelste dier! Die gezelste dier! Het voetbal! En zit het waar? We gaan naar 15 meter voor de dames. Joke, van de eerst sterkste vrouw van Friesland, hè? Ah, even, ja? Hier in de bovenst. Nog niet eerder vertoond. Let op, vrouwtje begint. Ook met dezelfde vrachthoud, alleen in de korte. En vrouwtje staat nu. En de touwspant, ze hebben een touw voor dat ze even meer krachten. Vrouwtje, kijk eens even. Vrouwtje Koekhoven, zij maakt het in. En ze moet stappen en die vrachthoud hem snel niet krijgen. Ha, de eerste keer. Zij hier de titel, sterkste vrouw, vrouwtje Koekhoven. Dit zit er super in, Jert. Nou, kijk eens even hoe die vrouw dan rolt. Ze heeft er een touw voor en ze meer krijgt. Ja, dat zit er goed, die vrouwtje Koekhoven. Hier hebben ze het niet. Oh, en wat zit ze vol? Wat zit ze vol? Dit is er goed. Dit is prima. Dit is prima. Ze wordt dan beter. Ze wordt dan beter. Stopt het niet. Stopt het niet. 15 meter. Ha. Vrouwtje Koekhoven. We zullen een tientje. Njogere 20, 53. Ha. Onder de 20 seconden. Sterkste vrouw van Friesland. Sterkste vrouw van Friesland. Wie pakt voor de eerste titel? Wie pakt de beker? Een primeur. En Jenna. Jenna is daar. Jenna Bok. Krijgt ze hem ook aan? Ja! Shit is even. Ze krijgt hem ook aan. Ze doet nog niet. Ze staat er rustig even shit. Ze vecht hier. Touw ervoor. Het zat meer macht. Kind, zei die van vrouwtje Koekhoven pakken. Jokker, dat waren ze nog. Dit vangt hem, maar ze treedt keihard. Uit de wicht. En met grote trekkerband door zo'n crossfit. Die hebben we dat gebeurd. Zeer getraind. Niet zijn er die tijd van jokker, dat waren ze nog. Jenna Bok. Pak zij die tijd je verkoopt van vrouwtje Koekhoven. Pak zij die tijd. Ze kijkt je naar de finish. Ze kijkt je, ze moet dat beterken. Ze moet dat beterken. Hij stopt maar, zit in. Oh, Jenna. Applaus voor Jenna. Zij is binnen. Best. De sugar tiet. Ach, dat is het. Sterke dame, hè? Go, zou Dorrit vissen, de scheidsrechter. Go. Tjern eens even. Nou, mensen die snel niet kennen, zijn dan die jongeren van het rond, mevrouw. Wil hem niet, dus ik ga strijden deze, hè? Een vechter. Haar favoriete onderdeel is de mensen even, kom op. Dit is strak. Dit is strak. Tjern eens even. Zijn muts vooruit. Het niet om de snelste tiet. Vrouw, kent de jongeren van het rond. Wat wil hem niet? Oh, jongen. Of jij hebt nu een vrouw hier in. Kom op dan. Die ken ik tegen je, hoor, ja? Nee, vrouw, jij wil hem hier, wil hem hier, wil hem hier, stoppen! Stoppen, wil hem hier! Zo, best, vijfde! Loopt die machinaliteit! Het record, jongen, het wordt een seconde! Hé, maar dat wil hem hier! De snelste! 28, 55! Zij wint het eerste onderdeel! Zo!
tussen de scheidsrechter. Hij zal tellen. En ze staat. Hij met boven de maat. Hey, jongens, ervoor weg. Met boven de maat. Eén keer zou Gorrit vissen. Ah, Gorrit vissen die. En stier. Eén keer zou Gorrit vissen. Eén keer zo met zijn vakers mogelijk. 90 seconden. Sterkste vrouw van Friesland. Twee keer zou Gorrit vissen. Twee keer. Hebben we het worststrijk weer? Ja, twee keer zou Gorrit vissen. Zet nog 10. Drie keer, zo door het vissen. Drie keer, ze met z'n vader mogen. Wie is hier de sterkste vrouw van Friesland? Drie keer 40 kilo. Drie keer, kies er nog een keer. Vier keer, zeven keer, zo, sterke dame. Kies er nog vaker. Kies er nog vaker. Vier keer, zet nog 10. Zet nog 10. Vier keer, vier keer. Vier keer. Zo door het vissen, dus geen zetten. Zet nog 10. Vijf keer. Zo. Wat zei je de titel? Sterkste vrouw van Friesland. Vijf keer. Oh, ze pakken het ervoor. Zet nog 10. Want het is de sterke dag. Serieus. Zo is het hier. Zo door het vissen. Vijf, Suiper. Je krijgt wel het woord. Go. Door het vissen. Super streng, jongen. Nee. Ze stond net helemaal stil, Suiper. Vijf keer. Zet nog 10. Zo, wat een sterke vrouw. Dat 4 seconden. Fjouwen. Draaien. Oh, 5 keer van Jenna. Grote applaus. Hij is de baas. En een keer, zo Gorrit, niet een keer. Vrouwtje van Koekel. Niet een keer. En wat is Jonas de witste kans? Ik jij hem even net. Vrouwtje van Koekel, cheers. Twee keer, beste vrouwtje van Koekel. Ze heeft iets wat, 90 seconden. Ze weet dat jij na 5 keer hier. Twee keer heeft ze. Drie keer, zo, dat zit een goed tempo hier. Dat zit een goed tempo hier. Vrouwtje, drie keer. Je zei die 5 keer. Vier keer, zo. Vrouwtje van Koekel, die beste. Vier keer. Nou, wat ze 5 keer. Vier keer. Hier heeft ze Jenna te pakken. Kies er nog trokje. Kies er nog meer. Kies er nog meer. Zes keer. Ze heeft nou. Kies er nog meer. 90 seconden. Zes keer. Pak ze er nog een keer bij. Zo'n keer. Het is het tot niet. Ze heeft tot niet. Zo'n keer. Zo, dat zit er goed niet. Als een machine. Acht keer. Haha. Kies er nog meer. Vrouwtje Koekhoven, dat zit er prima uit. 8 keer, een mooi tempo. 9 keer. Zo, pak zij dit hier. Pak zij dit hier. 10 keer. Vrouwtje Koekhoven, giet ze nog. Ze giet erop. Boom. Zet op 10. Zet op 10. Giet ze. Bloot op 10 keer. Groot applaus, Vrouwtje Koekhoven. 10 keer. Twee keer zijn Gorrit vissen. Drie keer. Zo. Vier keer. Vijf keer. Ik ga er dus meer, jongens. Kunnen ze weer. Zes keer. Jongen, jongen, wat gebeurt hier? Zo'n keer. Zet hem weg. Zo'n keer. Misschien dat ze even. Acht keer. Zijn Gorrit vissen. Zo, jongens. Nieuwe keer is het helemaal zo een sterke vrouw. Ze heeft 10 zat zoek zitten. 10 zat. 10 keer. Zo. Ze moet nog hier of 12 keer in de zin zitten. 11 keer. Ze kan nog even een keer. Ze doet nog even een keer natuurlijk. Zo. Met de zin. Pak zij het record hier. Pak zij het record. 12 keer. Zo, Willemien. Nog een hele minuut, ze hebben woon. Ze hebben woon, maar ik ze nog verder. Dit vang is net een stoppie. 11 keer! Zo, yo, oh, zo, wat is deze sterk. 11 keer! Zo! Tretje, ik ben helemaal de telt niet. 14 keer, ik ben helemaal in de war. 14 keer! Ik zit 11. Zie je dat woon, 15 keer!
50 keer. Applaus voor Willemie. Oh, wat. De sterkste vrouw van Friesland. Wie pakt hier de titel? Voor de eerste keer. 100 kilo totaal. Ze pakt zo 50 kilo in elke hand. Jenna, 50 kilo in elke hand. De melkbus. Vol met mogen nou. Hier vlucht ze naar 15 meter. Hier vlucht ze naar 15 meter. 100 kilo in de handen, totaal. 15 meter. Ze pakt hier, Gietsen. Je 4, Jenna, zeer sterk getraind. Traint maar gewicht, traint maar autobal. Zij is klaar van deze strijd, zei ze. Zij gaat naar die 30 meter. Haha, zij gaat naar die 30 meter, Jenna. Een volle ronde. 30 meter voor Jenna. En ze rent nog steeds. Ze rent nog steeds. Haha, 30 meter. Kind, zij trok. Zij gaat gewoon trok. 50 kilo in elke hoor. Sterke dame, jongen. Gietsen naar die 44 meter. Hier giet ze Hans Kramer voorbij. Hier giet ze Hans Kramer voorbij, bij de heer. Zo, giet ze hier naar die 44 meter. 45 meter voor Jenna. Ze loopt nog steeds. Ze rint nog steeds. Ho, ho, ho. 50 kilo in elke hoor. Ze rint gewoon terug. Ho, wat is dit te vechten. Hier pakt ze 50 meter. Ho, jongens. 5 in de midden van het plafat. Vrouw, zeer sterk ik je. Kampioen van Nederland, zelfs wereldkampioen bankdrukken. Zullen ze? Wereldkampioen bankdrukken. Zo! Ze heeft een blikkenkoppen. Kom maar op! Zullen ze? Makkelijke 15 meter hier van vrouwtje. De kampioen bankdrukken van de wereld. Stevensje, ja, deze dame. Nou, ik zul er nog net voor zijn, van deze. Zo! Zullen de blikje nemen? Dit gebeurt wat. Nou gebeurt er wat. Hier pakt ze 30 meter. Hier pakt ze 30 meter. En zet ze nog steeds beter. Waar is Johannes de Witte? Gerard Koolstedt. Waar is Johannes de Witte? Gerard net. Hier giet ze nou 44 meter, vrouw. Hier is de 50 van Jenna. 44 meter, maar 100 kilo. Kom op, vrouw. Hier is de 50 meter. Giet ze dit nog in. Vrouwtje rent de wonder. Hoe de 50 meter? Oh, ze zet ze deel hier. Hier de 50 meter. In de midden, waarom? Ja, in de midden. Anders gaan ze scheef hangen. Oké. Okay. Ah, dan moet je even opletten. Deze. Dit is een strijder, ja. Oh, yo. Dit is een strijder, ja. Zo, jongens. Ze hebben er geen hersen groeien. Die zet in gang, ja. Zo, dat hebben. Dit is een strijder, ja. Zo, yo. Hier de 50 meter of is niks, jongens. Zo. Kun je die balans horen? 50 meter. Dit is een strijder, ja. Ah. Zij weet dat vrouwtje 4 is. Zullen ze. Ze ging dat 30 meter. 30 meter hier. Zo. Sterke vrouw. 30 meter. Ze weet dat ze 4 bent. Ze heeft ze weer in balans. Ze moet in balans horen. In balans horen. Dit is een heel meer. Dit is een heel meer. Ze heeft ze nog steeds goed beetje. Zo. Hier ging ze naar die 44 meter. Hier giet ze naar die 44 meter. En kies ze erop binnen. Zet ze nog steeds mee. Hier is Jenna. Hier is Jenna. En hier is vrouwtje. De bus erin. Ze rent nog steeds. Ze rent nog steeds. Oh! Oh, ze zit er tussenin. Ze zit er tussenin. Oh! Ze zit er tussenin. Oh, jongens. Op dit onderdeel. Dus zie je het opnieuw. Hij heeft een neusrichter. De strekte. Jij hebt een neusrichter. Dat is het. En dat hier die rent. Zij bent steeds meer. Zie je. 50 kilo. Dus zie je van Oosterdiep. Jenna. Hoe lang kan ze dit volhouden? Dan kun je op de titel. Sterkste vrouw van Friesland. Ze ziet toch geen. Pak zijn het. Zie je ze op. Zie je ze komen. En stop de dienst. Maar kan ze wel op de titel. Het is vrouwtje komt over. Wie pakt hier de titel? Of kan je dat niet zo? Zo'n prachtig werk. Kom op, vrouwtje, hè? Kom op,
Wat was het strakje? Sterke dames, hang er een sterretje. Kom op, vrouwtje, horen. Ik ga niet dat jij naar fietsen komt. Horen, gelijk dan. Ik ga niet dat jij naar fietsen komt. En we gaan niet zoiets even hoeveel het is. Horen, vrouwtje, horen. Ik ga niet dat jij naar fietsen komt. Horen, gelijk dan, kom op. Hoor je de school? Vrouwtje, zit er zo. Ik wil hem niet zien. Ze weet dat vrouwtje fjouwen 30 seconden. Pak Willemie in de team, dat is belangrijk. Eerste keer, de sterkste vrouw van Friesland. Dat wil hem niet zien doen. 50 seconden. Ze doet goede jaren fjouwen 30 seconden. Halfvol. 20, zo kan het vissen. Halfvol. Ze zit er steeds. Wat ben je hier kijken? 4 seconden. Ze doet goede jaren 30 seconden. De prijs van de rust. Dit is al een beker. Is dit de dames beker? Ja, nou krijg je sterker. Dames, ik weet even net hoe de diep wanneer je komt uit de dames. Zodat we dat... Ja, nee, hoe doe ik het even? Ja, het is tegenover. Ja, nee, vreemd hier. Ik moet helemaal niet met z'n deze zijn, maar dat doe ik wel. Nee, je doet het zelf. Nee, dat is goed. Je hebt niet alleen maar mooi spielen kennen. Draaien prachtige dames, charmante dames. Geef die man. Jazeker. Tweede prijs. Jenna. Ah, en een gelukkig vecht. Kom maar in het balletje, Jenna. Ja, en die eerste keer. Nou, we zijn hier een sterke vrouw, jongen. Jenna. Zij doet je trillen. Maar de sterkste vrouw van Friesland. Van de eerste keer. Ja, jongen. Ik probeer nou, wil jullie wat zoeken? Ze doen het wel. Wij komen er niet tussen, dit joh. Wij komen er hier niet tussen. Het probeer. Ja, dat wordt al aan, heren. Ja, die giet er wel niet meer. Nummer 12, kampioen. Bankdrukken. Maar ja, hier de haast. Kampioen. Heel dit voor. Vrouwtje. 12 van Friesland. Vrouwtje. Schoenballen. De pil van je harde gewicht. En de krek boven de 40 hier. Dat zucht net, hè? Zeg maar, dat moet niet, jongen, hè? Maar ze moest verliezen. Ze moest verliezen. Maar hier is het net nog. Wat een plak van trouw. Van wie zijn. En ik heb dingen al waren van vrouwtje, de Berenburg. En de Berenburg, heb je al? Ja, dat is toch. En begin, ja, van het eerst in de Friese geschiedenis. De sterkste vrouw van Friesland. En de... In je platform vermeld was ze. Nee. Kwakker, ja, kwakker. Dat is 300 moe. Dus dan ben je terecht de sterkste. Willemien Koolthof, zij is kampioen! Sterkste vrouw van Friesland. Van de eerste keer dat ze de titel pakt. En hij telt, ja. Hij telt. Zo. Sterkste vrouw van Friesland. Zij won 300 Willemien. Maar Terroir en een fles Berenburg en een beker. Willemien. Willemien, ik ben ervan gezet. Vrije vrouw, iedereen in de rechterkant, of zijn daar vatten gehouden voor? Vrije vrouw, iedereen in de rechterkant,
Want straks hier was je nou, ja? Wilhelmine even in de midden. Wilhelmine even in de midden. En de dames, hier maar even achter. De eerste half dames, geen maar een beetje. Even een leuke foto van de eerste keer de vrouw. Ja. En dat vinden wij heel prachtig. Zo. Die vrouw, ja. Dat loopt altijd weer mooi om te zien, hoor. Gek op Vrolijk, ben al die bij. Ik ben al niet met gek op Vrolijk. Ja, nog meer! Dat vind ik heel mooi. Mooie foto's, meneer. Mooie foto's. Ja, dat is ook even aan.
natuurlijk een symbool voor het feest. Zij hebben bij elk evenement in te werken. Je hebt 6 uur, zou je horen, precies op tijd. Zijn je druk? Is dat druk, bro? Ja, dat is wel druk, ja. Maar dat is wel druk. Oké, de rest is het. Is dat wel een zin? Nee, nee, we zijn naar de hele dag bij alles belangrijk. We hebben een klimpel om de rest te laten. Nee, we hebben hier de sterkste molestie. Sterkste van Friesland, met vrouwen doen. En het sterkste van de suggestie, meerdere onderdeel, heb ik de sterkste vrouw van Friesland. Van eerst. Hey, hier is het. Wij in het in een tientje. Ja, ja, ja. Dat is het. Nou, dat is een hele Jim, je reed de prijs te trekken. Meneer Wout, junior. Hij. We willen het vrachtland roepen. Het is het kampioenschap van Friesland. We willen een paar onderdeel vrachtland roepen. Letterlijk door het vrachtland te trekken. Gingen we in het klassement mee. Alleen die de afvallers gingen niet meer vasten. We gaan van de 105 kilo heren, tot 105. Derde plaats bij het vrachtwagen trekken. Joey! Joey! Derde bij het vrachtwagen trekken in het kampioenschap. Maar we hebben echt. Dus. Sorry. Ja, samen doen. Doei. Nee hoor, krijg je voor mij geen halve zoom deze keer? Dat doe ik een andere keer even. We hebben de vrouwen gelukkig voor. Hij wil ook geen zoom hebben. Wat wil je zeggen? Wil dan even het rijtje langs. Tja, met de heerkeleren en de hofdames. En ik heb dit zien hoor, ja. Zijn de mensen die net al een zin hebben, alles is om. Je kind ook rondje. Deze dag. Joey, hij pakt hier een dikke vries. Ja, iedereen heeft een duimpje, iedereen kan een eeuw halen. Dus Joey, het blijft een eeuw halen, je hebt een keer meer prijzen straks. Ja? Hij heeft voor een kubekje. Joey is derde, wie is tweede? Natuurlijk, Barne en Alkruis, Barne Branders, de wedstrijd wat ik niet zeggen, maar tweede was vrachtwagen. Ga het rijtje wel eens, jongen, voor de prijs. Wat in Balsland voor de 10e keer is, hebben al die dik voor elkaar is, hoor, dikke volgers hier te slagen. Als je Romares, de zieke en stoomjouw als je meer dan de prijs. En de hofdame en de heerkeren, zijn tutsie verder, ja, we hebben dat punt. Dat punt kriebelt een beetje, hè? Oh, dat gaat het aardig vieren. Strikken er niet, hè? Dat punt kan wel zeggen, de dames. Nou, goed. Ja, Benen, de dames die strikken niet van je baard, hè? Nee, dat valt mee. We hebben zeg maar niet. Eerste plaats, ja. Jeffrey, laat me veren. Ah, gaat hier de treintje, ja. Ik kan je het helpen even, maar hier moet je weten voor de prijzen. Hij is onder slagwaardig, hè? Onder 105 kilo, deze man. Onder 105. Stel. En ze krijgen 1 euro halen vandaag, 1 euro halen voor elke deel van de groep. Dus. Nee, dat gaat. 1 euro blijft wel even. Goed zo, man. Je hebt wel een keer. Hij neemt een vrak af. We gaan naar het Sparenkast, Harry. Harry en Lauw, dit is voor de 10e keer organiseren. En ja, dat is een harde strijd om het altijd weer vangen te krijgen. Dat is het vangen, ja. Want de tweede plak, dat is 4e klasse, vrachtauto. Oh ja, natuurlijk. Johnny Meijerman, de volgende trainer. Bij het vrachtwagen. De volgende trainer, bij het vrachtwagen. Hier moet het rijtje langs, joh. Hier moet het leren. Johnny. En de Sjöjl is die groepen, dames, die groepen, ja. Zat ik zus er nog bij, hè? De dikste groepen van Friesland. Ja, nee, maar je rust even, Sjöjl, die groepen, ja. De dikste. Ja, nee, de dikste groepen van Friesland, hier. Die bij jou komt. En Sjöjl, ja, doe je tuten. Doe je tuten. Sjöjl. En hij pakt hier de tweede prijs bij Friesland Boesje. We beginnen een tweede plak bij Friesland Boesje in de 4e klasse. Oh ja, Kelvin eruit. Twaalf bij Vrachtland Roeken. Maar daar hebben kinderen maar net zo veel schil, want hij bent straks bij de sterkste van Nederland. Beurt hij aan de bak. En dat is over
Naar Bekers. Trein. Ja, ook wel eruit. Hij heeft misschien niet vallen te komen voor Nederland. Ja, Tutsi kent er wel, hè? Ja, Tutsi kent er wel. Hij pakt in de Fred Berenburg. En hij pakt hier een Rola. Nu komt ik een dikke tuter hoor, hè? Ja? Een vieze tuter deze, hè? Ja, dat is een vieze tuter. Hij vindt me mijn vracht aan de moeder wollen, maar toen had het op. Dit is een geblesseerde speelwerk, ja. Begin, ik heb hem ja. Hij wil net zielig voelen, maar dat is een beetje zielig. Nee. Oh. Nummer 1 met vracht aan de moeder van Vissel, Arno Loosma. Het scheert hem even in koets. Ja. Dat kan gebeuren, hoor. Net te delen. Ja, dankjewel. Lauwe Rally. Oh, zij ben je dan. Zie je hier. Het wens ik toch als regel. Kjellwe, het de prijs en de... Maar aan de Lausman weet ik hier een keer een vracht al doen. Dat ziet er mooi uit. En ik heb een goede vriend. Klaar, 20 seconden. En dan ja. Nou, hoe lang gaat die leven bloot? Ja. Ja, die Rolade kan je nog wel eens een keer. Ja, ik ben Amsterdam. Met Brian Freudmiller. Ik durf het bijna niet te zeggen. Op gelijke hoogte van de nummer 3, Jeffrey Langeveer. Hij wordt derde. En hij plaatst hem. Voor de sterkste. Je gaat er nog een keer langs. De Rolade krijg je niet meer. De Berenburg niet meer. Heeft hij al gehad. Shift de bekend en dan niet meer geven. En zet daar nou uit, want die pak de Rolade niet meer. Dus. Hij krijgt alleen een beker. Derde prijs. Weer Rolade geven. Want die heeft hij al. Die heeft hij. Ah, oh, duurt natuurlijk nog. Ah, die heeft 4 meter op de boot. Ja, die heeft 4 meter op de boot. Ja, nee. Geen prijs, maar toch even een duwtje hoor. Ja, nee, ja, natuurlijk. En hij plaatst zich voor de sterkste man van Nederland. Tweede. Ja, sterke jongen hoor. Sven de Lekker. Hey, kwalificeert hem hoor. En zeker, Sven de Lange heeft gekwalificeerd voor de sterkste man van Nederland. Ja, zeker. Ah, hij plaatst het best hoor. Hij heeft een prima wedstrijd. En hij krijgt wel een Rolade en een Fred Berenburg, die hier erin van. Hebben daar. Die hier erin van. Nummer 1. Nummer 1, hij heeft wel Berenburg en een Rolade volgens mij. Hij is wel een scherpe bezig. Vindt hij dik? Ja. Hij wint dik. Benno van Althuis. Hij wint dik met een grote voorsprong. Ja. 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 En Friesland ook, hè. Ja. Hij is sterk, joh. Kan hij? Maar die finale een keer. Kijk, hoe je het leven. Peter de Grips, ja. Ja, zij is voor jullie onverslaan bij ons, derde van Althuis, ja. We gaan naar de zware klasse. Derde prijs, zware klasse. Oh, de verrassing van de dag hoor, voor mij. Ik heb hem nog nooit gezien. En de naam had ik er nooit van gehad. Maar ik ken hem nu hoor, Joep van Kemenade. Want hij gewoon derde. Ja, beste wedstrijd. Ja, sterk. Ja, sterk. Heel verrassend. Hij krijgt hem, Berenburg, van de stiekembestoker. En hij krijgt ook een Rolade. Iedereen krijgt eigenlijk één Rolade. En Joep, ja, schoenen kende Joep. En wat was dan de woonplaats waar je precies weg kwam? Hoge Loon. Hoge Loon, ik weet het er nooit van hoor, moet ik eerlijk zeggen. Tegen de grensverdal. Tegen de grensverdal. Ja, ik had er ook een ruimte. Tegen Belgische grensverdal. Jongen, jongen. En hij zegt, nummer 2 in de zware klasse. Nummer 2, Henk Vonk. Ja,
jaar al verrast. Met paasfeest. Zullen we dat dan maar maken? Wat hij doet met paasfeest, maar paasfeest was eigenlijk de derde. Jullie verraden dus. Het vond ook een laar en een fles bier voor een fles. Nummer 1. En die, dat buff. Even aan de dames, hoeveel dit buff van die haatrokker? Hé, Henk. Henk, ja. Ze schrikken toch even van de buff deze keer, hè? De vrouw. Ze schrikken even van die buff, joh. Ja, oké. Het begint al te zijn. Oh, dat was goed, tuut. Hij is wel tevreden, ja. Hij is wel tevreden. Henk, doe je tuut iets aan Henk. Ja. Even de vrouw. Nummer 1. Gisteren de hand nog in het gips. Nu nummer 1. Even van een rollaar en een beer. Kelder eruit, alleen de beker even. De rest is. Dat we dat eerlijk verdelen, dat weet ik. Deze kan ook wel 10 rollaren zeggen, toch? Nou. Oh, verschrikkelijk, wat ga je op deze. We denken er een keer met een verdiende pomp. 6 hardstalen lagen. In eigen hardstaal ga je 5 voor de hardstalen. Die vrouw van de benzinepomp die kwam speciaal achter het loket weg om te kijken waar die naast staan. 5 gaat die even op in 5 minuten. Ja, dat is veel leuk. Dat zie je weinig. We gaan naar de Masters. Overal wint hij de hele competitie. Hij is weer terug van weg geweest. Johan Peperkamp, de schrik van bol. Hij wil het in de boot. Dus extra tuut voor de boot. Ja, extra tuut, zeggen de vrouwen. Ja, boot. We stoort nog tuut hebben. Wat is het? Jongen, Peter, ja, tuut, hij krijgt het trouwens. Dus hij vrijt er weer op los, jongen. Hè? Hij vrijt er weer op los. Peper! Eerste! Winnaar met de Masters! Vrachtwagentrekker! Ah! Hij was ook al derde in het totaalklassement. Johnny Beerhoff! Hij krijgt geen rollaren meer in Beerhoff. Heb je al? En hij werd in gisteren dicht. Hey, Sperrits! Ik ging niet horen. Ah, hij krijgt een Hens Sperrits. Nou, dat gebeurt er ook wat, joh. Dan krijgt ze niet meer. Quasi met de Renner. Dat deed maar goed. Dan hebben we de sterkste junior van deze wedstrijd. Ja. Is dat Joep? Ja. Dat gaat wel een prins. Ja. Oké, mijn dame. 22 jaar. Waar is hij? De vraag is: volgend jaar doet Veen met de sterkste junior van Nederland, hè? Ja. Oké, wat heb je nou gemist? Plaatje met even af. Hij mag er ook weer langs. Het al Berenburg. En het al. Wouter, we hebben weer alle deelnemers. Ja, dan kan hij weer naar voren. Hans Kraan. Kom weer naar voren. Hans Kraan. Hey, hey, hey. Iedereen maar langs, jongen. En kom weer naar voren. En ja, het was altijd druk. En het was altijd knap om het weer vol te krijgen in de bal te vol. En helaas, ja, is het de 10e keer en houdt het hier ook op. Lauwer Arnis, en neem afscheid hier. Voor de 10e keer organiseren. De leden hier, een applaus voor Lauwer Arnis. Zij vindt het 10 keer. Nou houdt het een keer op. En jongens, wat hebben die altijd goed gehad. Prachtige wedstrijd. Ja, houdt het een keer op. En ja, we zijn altijd dankbaar dat we goede organisaties hebben. Lauwer Arnis, ja, hartstikke bedankt. Maar we nemen nog even een groepje op. Ja? En Eske de Rikloon. Oh, dat wil je wel, hè? En dat was Keertje. Daar kwamen de pupillen Nederlands kampioen op. Oh. En we kunnen Sky halen. Jeffy laten voor. Wel die krijgen. Joep. Enjoy. Ja, zo is het. En Joep die maakt het klaar. Oh,
op naar Dijkenhaans.